Youssef El Achoui, zijn jullie tevreden met het punt of op basis van de laatste 10 minuten niet? Ja, vooraf teken ik voor een punt in de Kuip. Altijd lastig, Feyenoord uit. Dan begint de wedstrijd. Zij krijgen wat kansjes, wij wat halve kansjes. Maar dan ja, diep in de tweede helft die rode kaart, een penalty 1-0. Ja, dan denk je van nou, de 3 punten zijn binnen. Maar helaas, dat mocht niet baten. Dus. Ik denk als we eerlijk zijn en we kijken over heel de wedstrijd, dan mogen wij niet klagen en is een punt verdiend. Ja, die gelijk maken is pech bij jullie. Ja, Zuiverloon die wegleidt terwijl Schaken eraan komt. Ja, inderdaad. Ja. Gianni die gleed uit. Ja, dat kan gebeuren. Daarnaast stonden er nog 2 spelers bij. Ruben Schaken maakt hem goed af. Had jij vooraf meer verwacht van Feyenoord? Ja, ik vind Feyenoord zelf een heel goed team. Met een hele goede trainer. En ze hebben heel veel talent. Alleen in het huidige voetbal komt het ook uit op voetbalgochem en ervaring. Het is niet meer alleen maar jong talent wat supersnel is en even piekt. Er komt veel meer bij kijken. Was het jullie bewuste plan om een beetje in te zakken vanavond? Nee, niet echt een bewust plan. Het voornaamste was dat van vorige week opnieuw doen, wegspoelen en veel beter doen dan vorige week. En natuurlijk in ons achterhoofd de Europacup-wedstrijd aanstaande donderdag in Noorwegen tegen Molde. En natuurlijk zak je wat in de Kuip en Feyenoord heeft een goed team. Ik denk dat wij compact heel goed stonden, verdedigend. En af en toe kwamen wij er wel eens uit. En ik denk al met al hebben we het goed gedaan. Het deed me deugd jou weer te zien voetballen bij Heerenveen daar aan de linkerkant. Is het voor jou ook lekker om weer onderdeel uit te maken van een groep en een vaste waarde te zijn? Ja, tuurlijk. Iedereen wil de vaste waarde zijn in het team waar hij speelt. En, er worden keuzes gemaakt en die heb je te respecteren. En, is altijd zo makkelijk? Vroeger had ik er meer problemen mee, maar naarmate je ouder wordt, dan geef je het meer een plekje. En, je moet voetbal ook een beetje relativeren. Er is meer als voetbal en ik doe gewoon mijn ding en als de trainer mij nodig hebt. Het klinkt heel cliché, maar... Nee, maar je zegt wijze dingen. Je wilde haren zijn ook letterlijk weg, hè? Wat zei je? Je wilde haren zijn ook letterlijk bijna weg. Ja, inderdaad, is ook zo. Ja, je wordt ouder en een beetje wijzer. Ik doe gewoon mijn ding en als de trainer mij nodig hebt, dan sta ik daar en ik heb het hartstikke naar mijn zin bij je Heerenveen.